Voor mij een potje bitterballen. Potje bitterballen? Ja. Ik meenemen graag. Een potje bitterballen. Ja, dankjewel. Kijk, nu €2. Bedankt. Hé, hey, bedankt hè. Tot kijk. Doeg. Vandaag een bezoek aan een oud collega, Mark Roelofsen. Ik heb een cadeautje voor hem meegenomen. En hij is trainer op het moment van FC Zwolle. We gaan kijken of hij thuis is, want hij heeft 5,5 jaar het shirt van Heerenveen verdedigd. Hey Marco, jongen. Ja. Hoe is het? Mag je een bitterbal aan midden? Ja, lekker. Dankjewel, jongen. Hoe is het nou door een bitterbal-affaire trainer te worden van Zwolle? Ja, daar moet je eigenlijk niet trots op zijn, maar wat er gebeurd is allemaal. Maar dan laat ik een beetje in het midden en ik ben gevraagd om deze taak te doen, om me over te nemen en die pak ik aan. En het is voor mij een mooie ervaring, uitdaging en een mooi leermoment. En voor de rest bemoei ik me nergens mee. Hoe gaat het verder? Voor de rest gaat het goed. Ja? Ja. Oké. Kun je nog wat uit Heerenveen tijd herinneren? Ja, uiteraard. Heerenveen was een hele mooie club. We zijn van dat oude stadion naar het nieuwe stadion gegaan. En dat was een mooie tijd. Ja. Belangrijke momenten meegemaakt bij Heerenveen. Je lag aan de grond voor de doelpunten, voor de bekerfinale volgens mij. Ja, klopt ja. Ik was verantwoordelijk voor de doelpunten. Ja, ik heb Heerenveen toen de tijd in de eerste bekerfinale in de halve finale getrapt, maar ook in de finale. Maar ja, ik doe het altijd met z'n allen. Hè. Dat is zo. Maar daar is je heel veel van bijgebleven, denk ik. Want het is uniek wat daar toen gebeurde. Ja, klopt. Wij waren de provincieclub. En we hadden mooie clubs uitgeschakeld. We hadden PSV in de kwartfinale uitgeschakeld. Na de halve finale hadden we Den Bosch uitgeschakeld. Die speelde dan ook in de eerste divisie toen de tijd. Ja, toen op naar het grote Ajax. En ja, dat was een gigantische happening toen die dag. Met zoveel mensen die uit Friesland kwamen. Ja, dat was een unieke ervaring, ja. Je had de bijnaam de Spijker vroeger. Hoe kwam je erbij? Hoe kwamen ze eraan eigenlijk? Ja, hij is verzonnen door Frits Korbach. En dat had met mijn bouw te maken. Zo gespierd was je? Zo gespierd was ik eigenlijk, ja. Ja. Je moest het hebben van je loopvermogen, hè, vroeger. Je was een man op het middenveld die bleef lopen en op de juiste momenten voor de goal kwam. Ja, ik was niet zo heel erg snel, maar ik had een goed loopvermogen, ja. Maar als je op tijd vertrekt, ben je ook snel. Ik had een bepaald inzicht, ik had een scorend vermogen vond ik van mezelf en ik kon links en rechts trappen. Een stukje overzicht had ik nog, dus ja, ik was een beetje vrij compleet. Dus ik heb volgens mij ook bij Heerenveen heel veel posities gespeeld. Volgens mij ook, maar dat hebben we allemaal in die tijd. Hey, eerste divisie gespeeld, hoeveel wedstrijden ongeveer? Nou, ik ben precies uitgekomen met mijn totale carrière op 508. En we precies de helft, 254 in de eerste divisie en 254 in de Eredivisie, maar ik zou bij God niet weten hoeveel ik voor de Heerenveen gespeeld heb. Nee, maar hoeveel doelpunten totaal heb je gemaakt? Ik denk tussen de 45 en 50 doelpunten. Hmm. Wat kon jij vroeger beter als mij? En zou je die weddenschap nog aandurven? Op voetbalgebied? Op voetbalgebied? Volgens mij kon ik beter scoren dan jij. Dat zou kunnen. Maar op techniek? Volgens mij had ik een betere techniek dan jou. Nee, maar dat is niet waar. Ik had een goede techniek, maar jij was maar heel vlug. Jij was veel vlugger. Voordat je het weet, stond je alweer op als je een sliding gemaakt had. Ik ben wat kleiner. Dat scheelt wel, hè? Ja, klein en snel was je. Okay. En je was veel sterker dan ik. Okay. Ik wil zo meteen alleen een balletje hoog houden. Ik denk dat ik er meer haal als jou. Ja? Ja. Ja, dat weet ik niet. Doe je alles met rechts of met links? Beide voeten. Okay. Tweebenig. Altijd geweest. Ja, die strijd gaan we wel. Ga een bal hoog houden. Dat kun je ook zo doen. Heb je geteld, Mark? Ik niet. Ik niet. Je was wel te slimmer af, hè? Ja, gewoon veel slimmer. Bedankt, jongen.